Hallo, ik ben Lies Lots. Ik werk bij de NMBSL Speaker en ik wil jullie vandaag eens laten zien wat dat precies inhoudt. Als speaker ben ik de link tussen de reizigers op het perron en de mensen die het treinverkeer regelen hier in het treinhuis. Mijn taak is om de reizigers tijdig en correct te informeren over waar en wanneer hun trein aankomt. Voilà, dit is hier de seinzaal. Het ziet er een beetje futuristisch uit, maar vergis je niet, dit is wel degelijk de Belgische spoorwegen. Dag Olivier. De sfeer onder de collega's op het seinhuis is zeer goed. Als we toekomen, beginnen onze shift altijd met eerst elkaar goeiedag te zeggen. Wij speakers werken hier nauw samen met onze andere collega's van NMBS, waaronder de RWR, maar ook met de collega's van Infrabel, voornamelijk met de regelaar en de onderchef Perron. Zij nemen allemaal beslissingen in functie van de reizigers en wij moeten die dan op een correcte manier naar hen toe vertalen. Zo kunnen de onderchefs beslissen om de route van hun trein te wijzigen in real time. En de RWR staat bijvoorbeeld in voor het charteren van pendelbussen als er ergens een trein in pannen staat. Al deze informatie moeten wij als speaker verzamelen en dan vertalen naar de reizigers in het station. Spoor 8, de IC-trein naar Lichtervelde en Kortrijk. Van 14:38 spoor 8. Van op deze werkplek zorg ik ervoor dat er in meer dan 15 stations van onze regio Bruggekust, dat daar de treinen tijdig worden omgeroepen. Als speaker is het belangrijk om de mensen correct en tijdig te informeren over eventuele spoorveranderingen, over vertragingen, ook over de correcte reden voor de vertraging. Omdat ik zelf ook vaak met de trein reis, besef ik maar al te goed hoe belangrijk het is om deze informatie tijdig en correct te krijgen. Het gewone omroepen doe ik sinds 2 jaar niet meer zelf, maar dat doet Emma. Emma is een geautomatiseerd omroepsysteem. Het is het nieuwste omroepsysteem in België en Brugge was een van de eerste regio's waar dit systeem werd ingevoerd. Dankzij Emma horen de reizigers in alle Emma-stations dezelfde herkenbare stem, waardoor dat ook alle aankondigingen steeds op een uniforme manier gebeuren. Sinds de komst van het Emma-systeem roepen we nog weinig zelf om. Toch gebeurt het nog dat we een persoonlijke mededeling of een dienstmededeling doen en dan gebruiken we nog deze micro. Aandacht, persoonlijke mededeling voor mevrouw Kind. U wordt gevraagd aan de loketten. Bij verstoord treinverkeer kan het hier soms heel druk zijn en dan gaat het er ook luidruchtig aan toe. Op die momenten is het de taak van de speaker om rustig te blijven en om de reizigers correct te informeren. Dienstmededeling onderchef Perron. U wordt gevraagd contact op te nemen met blok 7. Onderstationschef aan verkeersinfobediende NMBS op blok 7. Doordat wij dagelijks moeten anticiperen op het treinverkeer in real time, is geen enkele dag dus dezelfde. En dit maakt dit werk als speaker zo boeiend. Goedemiddag. Hallo. Hoe is het? Alles is goed, behalve de 1536 komt met 2x3 in plaats van 3x3. Ja. Maar het extra nummertje ga je nog krijgen van de RWR. Al de rest is goed. Super. Voilà, allee, succes he, vandaag. Dag. Dag. Voilà, dit is wat ik elke dag doe. Als jullie in de toekomst nog eens zakkeren omwille van een vertraging, weet dan dat wij er elke dag zijn om jullie te helpen.